Laten we beginnen met de opvang van Oekraïnse vluchtelingen door de Nederlandse gemeente. Kunt u uitleggen wat daar de huidige situatie is en vooral welke problemen de gemeente tegenaan lopen? Ja, wat we zien is dat we eigenlijk de afgelopen 2,5 jaar tienduizenden mensen hebben opgevangen. Ik denk succesvol. De gemeente hebben daar echt de schouders onder gezet. We hebben veel werk van gehad, maar tot dusver loopt dat goed. We zien ook dat het aantal mensen dat we moeten opvangen naar verwachting ook richting januari weer verder zal toenemen. Onze grote zorg is, en die hebben we hier vandaag ook geuit, is dat we en eigenlijk een visie op de toekomst missen. Hoe gaan we de komende jaren om met deze groep? En daarbij horend ook de financiering hiervan. 75% van de gemeente geeft aan met de verminderde middelen die wij beschikbaar krijgen gewoon niet meer toe te komen. Dus dan kunnen we de opvang eigenlijk niet meer regelen. En dat is echt een groot probleem. U loopt dus eigenlijk tegen de grenzen aan van wat de gemeente aan kunnen? Ja, het financieel oogpunt. We missen dus die toekomstvisie. Want ja, het gaat ook over onderwijs aan 40.000 kinderen uit de Oekraïne. Het gaat om zorg die we moeten bieden. We zien natuurlijk steeds meer ook bijvoorbeeld getraumatiseerde mensen komen. De populatie van de omvang verandert. Hè, waar we aanvankelijk moeders met kinderen hadden en oma's, zien we nu ook jonge mannen. Soms mannen die alleen met het oogmerk komen hier te werken. Maar ook mannen inmiddels met trauma's. Dat geeft ook soms gedoe op de centra. Dienstweigeraars. Dus ja, de complexiteit is behoorlijk toegenomen. Juist tegen die achtergrond dat we eigenlijk niet weten waar we naartoe werken. Welk toekomstscenario we hebben. Toenemende problematiek en minder geld. Ja, wordt het voor ons wel heel ingewikkeld om dit te blijven doen. Ja, nu staat vandaag en donderdag ook de begroting asiel en migratie op de agenda. Dus het, ook breder het asielbeleid van dit kabinet. Wat heeft u nou concreet nodig van het kabinet? Ja, wat wij nodig hebben is dat we in gesprek komen over de toekomst rond de Oekraïners, maar ook in de breedte rond asiel. We zien nu dat er een deal is gesloten, een asieldeal tussen de vier coalitiefracties. En daar zijn wij niet bij betrokken geweest. Dus de uitvoerbaarheid daarvan, daar zetten we echt vraagtekens bij. Het gaat ons niet om meer of minder instroom, dat is aan de politiek. Maar je moet wel blijven kijken naar de vluchtelingen die hier zijn. En het effect daarvan, niet alleen op de vluchteling, maar ook op de buurt, in de wijk, het dorp waar deze mensen komen te wonen. En ja, dat gesprek, dat missen wij totaal. Anderhalf week geleden heeft de premier aangekondigd in een persconferentie dat hij in gesprek wilde met gemeenten, maar het blijft angstvallig stil. Ja, want hoe zou u het contact met het ministerie en de minister omschrijven? Nou ja, non-existent op dit moment. En dat is wel zorgelijk, want volgens mij is er veel te doen. Als je gelooft dat er een crisis is, is het heel vreemd dat je met je belangrijkste partners niet acuut om tafel wilt gaan zitten. Dus ja, je kunt toch vraagtekens zetten bij begrip als crisis. Maar ja, non-existent, wanneer was dan het laatste contact bijvoorbeeld? Het laatste contact dat wij als gemeente hebben gehad was in de landelijke regietafel. Ja, en dat is toch echt alweer een behoorlijke tijd geleden. Dus ja, echt het belang om met ons hier mee aan de slag te gaan, dat missen wij. En dat vinden we jammer, want we hebben nog steeds een uitgestoken hand. Wij zien ook onze verantwoordelijkheid in de aanpak van de vluchtelingen in Nederland als het gaat om huisvesting, inburgering, nou ja, noem maar op. Ja, dat is nu totaal niet aan de orde en dat is doodzonde. En heeft u een verklaring waarom dat zo is, waar dat dan ligt? Ja, daar kan ik alleen maar naar gissen natuurlijk. En dat is ook misschien ook niet zo verstandig. Maar het lijkt me wel zaak dat we nu op de kortst mogelijke termijn op tafel komen. Dat lijkt me het belangrijkste voor alle betrokkenen. Nog één hele korte andere vraag. Iets anders wat ook de komende dagen bij het debat besproken zal worden is natuurlijk het voornemen om die spreidingswet zo snel mogelijk in te trekken. Ja, hoe kijkt u daarnaar als voorzitter van de Tijdelijke Asielcommissie? Ja, dat vinden we heel onverstandig. We zeggen ook steeds gewoon nou, niet je oude schoenen weg voor je nieuwe hebt. Onze leden hebben zich in juni heel erg nadrukkelijk uitgesproken dat hou die spreidingswet nou zolang je geen aanpak hebt, sluit een ketenaanpak noemen ze dat dan van de asielvraag. Dus dat je eigenlijk vanaf de komst tot de inburgering het gewoon goed geregeld hebt. Nou, het zicht daarop is er nog lang niet dat dat goed geregeld is. Dus hou nou die spreidingswet, dus zorg voor een eerlijke verdeling over Nederland. Maar het maakt bijvoorbeeld ook kleinschalige opvang mogelijk. En voor heel veel gemeenten is dat wel aantrekkelijk. Dus ja, ons pleidooi is hou nou die spreidingswet, daar staan wij niet alleen in, want ook het COA, ook de provincies, ook de commissaris van de Koning pleiten daarvoor. En al die mensen die wijs met de uitvoering aan de slag willen, ja, dat advies moet je volgens mij niet in de wind slaan.